De Berenkuil staat weer vol met nieuwe kunst. Dit weekend werd het graffiti-festival Step in the Arena weer georganiseerd. Voor de 5e keer, een jubileum dus. Bijna 200 graffiti-kunstenaars uit binnen- en buitenland vertoonden er hun kunsten. En ook dit jaar waren de 9000 bezoekers weer enthousiast. Wat de belangrijkste reactie dit jaar is, en daar hebben we ook een beetje naar gestreven, omdat we het 5 jaar bestaan natuurlijk dit jaar, is dat er hele grote diversiteit is. Echt van hele basis graffiti tot cartoonisme, fotorealistisch, maar ook postmoderne graffiti. Dat is eigenlijk, ja, dat voor de meeste mensen zal al meer naar de gewone kunst gaan. Ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Het is heel mooi om hier even rond te kijken. Een neefje van mij is aan het spuiten en ik had het eigenlijk nog nooit gezien. Het is lekker weer dus. En een mooi sfeertje. Dus was ik leuk om even te kijken. Ik heb al een paar leuke pieces gezien. Ik ben heel erg onder indruk van die jongen hier achter met die motor. Vrienden van me hadden die gisteren al op Facebook gezien. Dus echt heel gaaf. Omdat het een jubileum was, was er dit jaar ook wat nieuws. Om het allemaal wat begrijpelijker te maken voor de bezoekers. Ja, dat is eigenlijk altijd een vraag van de bezoekers geweest. Zo van, allemaal mooi die artiesten en zo, maar wie zijn dat dan precies? Dit jaar hebben we aanwijsborden op het terrein gezet en we hebben een app. De app laat een overzicht van de kuil zien. Je kan op een button klikken en dan zie je de artiest die daar staat. En je kan doorklikken naar zijn website. De kunstwerken zijn de komende tijd nog te zien in de Berenkuil, als ze tenminste niet worden overgespoten.